Breda Nu. Je weet het meteen. Vandaag zijn wij naar de Burcht gegaan met de vraag: wat vind jij van het nieuwe bestuursakkoord van Breda? Ik vind het een heel goed plan dat ze dat wat makkelijker maken, wat makkelijker toegankelijker. Neem ik aan dat er ook minder files zijn en minder gevaarlijk is daar. Ja, dat was het wel, denk ik. Dan mogen ze beginnen met de NS, want dat is een verschrikking. Goddorie. Tot 3 keer toen met de trein meegemoeten naar Limburg. Nou, waar ik heb gezeten weet ik niet, maar bijna niet in Limburg. Dat is een goede vraag. Welk bestuursakkoord? Van Breda. Nee, daar ben ik niet van op de hoogte eigenlijk. Er komen veel meer nieuwe huurwoningen. Vindt u dat fijn? Ja, vind ik heel fijn. En waarom? Dat er dan meer mensen mogelijkheden hebben om zelfstandig te gaan wonen. Bovendien zijn de koopwoningen haast niet te koop en veel te duur. Ik weet er al iets van, maar ik vind het bijzonder zonder dat de SP er niet bij zit. En waarom? Omdat ik meer een socialist en hart en nieren ben. En niet van degene die dus, hoe zal ik het nou netjes, keurig netjes zeggen, van de VVD, die alleen maar een paar crimineeltjes erin heeft zitten. En verder komen er nog een aantal nieuwe huurwoningen bij. Dat mag. Heel graag. Voor de mensen die helemaal niet weten. Ik zeg, ik zit 45 jaar prachtig. Maar ik ken heel veel jongeren, vooral jongeren, die zo graag moeten studeren en toch wel graag op hun eigen. Mogen ze van mij echt wel wat bijbouwen, hoor. Verder gaan ze ook de hondenbelasting afschaffen. Vindt u dat goed? Of? Ik vind wel afschaffen. Katten hoef je ook niet te betalen, hè? Oké, dat is wel iets wat te zeggen. Hondenbelasting mag voor mij inderdaad afgeschaft worden. En die huurwoningen, dat is ook een toppunt, denk ik. Ik woon zelf ook in een huurappartement, sinds kort. En dat bevalt me goed, dus vind ik wel, ja. Alleen mogen ze wat goedkoper, hè? Ja. En dat de sociale huurdingen, denk ik, hè? Dat ze goedkoper zijn. Ja, ik denk dat in deze tijd er flink gebouwd moet worden voor jonge mensen om te kunnen huren. Ja. Ja, ze zeggen wel dat ze de noordelijke en de zuidelijke rondweg inderdaad wel beter willen laten doorstromen. Ja, maar er is zoveel vrachtverkeer wat eigenlijk de grote wegen mijt en dan de noordelijke of de zuidelijke rondweg als sluiproute gebruikt. En zolang we daar niks tegen doen, denk ik dat het gewoon een dweilen met de kraan open is. Breda Nu. Je weet het meteen.